Australië maakt zich op voor een bijzonder verjaardagsfeest. Op 26 januari, Australian Day, zal het precies 200 jaar geleden zijn dat de eerste Britse kolonialisten aan wal kwamen. Op de plek van die nederzetting zou later de wereldstad Sydney verrijzen. Wat heeft Nederland daarmee te maken en met name Hoorn? Nou, dat is het volgende. De geschiedenis vertelt ons dat in 1629 het VOC-schip Batavia de haven van Hoorn binnenzeilde. Op weg naar de oost. Onderweg brak muiterij uit. De beide heren die aan het hoofd van deze muiterij stonden waren Wouter Loos uit Maastricht en Jan Pellegrom uit het Zeeuwse Den Bommel. Beide heren werden aan wal gezet, wat later Australië genoemd werd. Australië mag dan wel zijn 200ste verjaardag vieren, maar de Hollanders waren er 350 jaar geleden al. En dat willen we natuurlijk weten en daar willen we ook het nodige aan doen. Vandaar dat vandaag woensdag 7 oktober er een sloep binnen zal varen in Hoorn, een replica van de sloep van die Batavia. Die beide heren, laat ik zeggen in de geschiedenis gesproken, in Australië aan land heeft gezet. Dat zou ongeveer een uur of twee zijn. 350 jaar na het muiten en het aan wal gezet worden, blijkt dat ook in het Hoornse Hop enkele zeelieden hun eigen weg kiezen. Nergens was de sloep te zien, omdat een dag eerder de overtocht van Lelystad naar Hoorn gemaakt werd. Hoe was die tocht? Ja, een schitterende tocht. We hebben wel behoorlijk zwaar weer gehad. In het begin was er niet zoveel wind, maar we kregen later een ontzettende bui. Alles was kletternat. De meeste mensen hadden niet voldoende regenkleding bij, die waren hartstikke koud. Maar het was hartstikke leuk. Heb je hier ook aan gewerkt? Ja, ik heb hier ook aan gewerkt, ja. En in hoeveel tijd is dit nu tot stand gekomen? Nou, ik dacht ongeveer een maand of vijf. Ik weet het niet zeker, maar ongeveer een maand of vijf. En straks weer verder aan de Batavia sleutelen? Ja, we gaan met de huid beginnen, dus we worden nog even zwaar buffelen. Mag je straks mee naar Australië? Dat weet ik niet, maar dat hoop ik wel. De toeschouwers daar aan de Veermanskade hoopten dat de sloep nog eens officieel zou binnenvaren. En ook de scheepsjongens van Bontekoe waren vol verwachting. Hier zien we de stoep uit de sluizen komen op weg naar zijn echte ligplaats aan het Houten Hoofd voor het officiële ontvangst door burgemeester Janssens en de heer Spruit, de directeur van het Westfries Museum. Hierna ging het gezelschap naar het Westfries Museum, waar de burgemeester een welkomstwoord hield en inging op de scheepsvaart uit de tijd van de jongens van Bontekoe. Dat waren indrukwekkende en gigantische ondernemingen. Dat waren ondernemingen die je niet kan vergelijken met de vaart die je vandaag de dag doet. Als je probeert als mens van de 20e eeuw een vergelijking te trekken met het gebeuren wat er toen plaatsvond en datgene wat wij vergelijkenderwijs nu ons kunnen voorstellen, dan mag je dat wat men toen deed, kan je slechts vergelijken met de exploratie van de ruimte. In hetzelfde verhaal past de reis van de Batavia, die uiteindelijk daar op stranden voor Australië. En het schitterende verhaal, ik heb het, moet u zeggen, naar aanleiding van deze gebeurtenis heb ik daar kennis van genomen. Dus het is niet zo dat het op een vaste bagage hoort, maar dat is ook het aardige van deze gebeurtenissen. Als je dan leest hoe men dat heeft ondergaan, hoe dat ook past in datzelfde riskante beeld, dan begrijp je wat dat een hele bijzondere, spectaculaire tijd is geweest, waarbij mensen grote risico's namen. Grote winsten werden er ook wel geboekt, maar vaak slechts door enkelingen. En van die winsten getuigt bij wijze van spreken ook de wilde en de rijkdom van een stad als Hoorn. Na zijn toespraak overhandigde de heer Janssens een door Joop Willems gemaakte oorkonde aan Wim Vos, de bouwer van de replica van de sloep en de Batavia. Henk Ebes,
Een gefortuneerde Hollander uit Australië vertelde wat hij als initiatiefnemer en als financier van het hele project de Australiërs wil laten zien. Wat ik in deze expositie in Australië wil laten zien aan de 15 miljoen mensen die hier zitten, is dat het niet Captain Cook was die Australië ontdekt heeft, maar uitsluitend de Oostkust heeft ontdekt. Maar dat de Hollanders van de VOC daar 150 jaar eerder al waren en dingen hebben achtergelaten. En daarom zijn we vreselijk blij dat we van het Rijksmuseum bijvoorbeeld het tinnen bord van Dirk Hartog terugkrijgen, wat hij daar in 1616 achterliet en op het ogenblik in het Rijksmuseum ligt. En ook de Camee die daar was, terwijl de Batavia zonk in 1629, zat die hele mooie kostbare Camee van de 4e eeuw was aan boord. Hij was op weg naar Batavia. En die is ook nu in het penningkabinet en door het penningkabinet aan ons uitgeleend voor anderhalf jaar om in Australië tentoon te stellen. En dat zijn de pronkstukken met de sloep van de Batavia, waar we een expositie omheen gebouwd hebben over de ontdekkingsreizen van de VOC en van de schepen die erachter bleven.